Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this Tutu crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. You bring the buckets, I bring the refreshments, and stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Nou, het is vrijdag vandaag, ik zou deze vlog eigenlijk opnemen. Gisteren, maar is er niet van gekomen. Ik ga het toch redden. Dit is vlog 398 is dit. En ik ga het toch redden, jongens. De 400ste vlog wordt de Bobbejaanland vlog. Zo, een hele lange woord. De Bobbejaanland vlog wordt vlog 400. Het is me toch gelukt. Ik ga dadelijk naar Rotterdam toe. Ik ga de camera ophalen. Ik heb ontzettend veel zin om de camera op te halen. Ja, je bent echt afhankelijk dat je een camera hebt. Zonder camera is een vlog er niks. Dus ik heb echt dringend de camera nodig. Gelukkig had ik het geld ervoor om een nieuwe camera te halen. En ja, ik ga hem daar ophalen. Ik heb er reuze veel zin in. Zal ik ook weer met een ander dilemma. Want ik wil eigenlijk een live unboxing doen. Maar dat, ja, dat heb ik uitgesteld tot een week later. Voor jullie dan. Ik heb natuurlijk deze vlog al van tevoren allemaal al opgenomen. En ik loop in vlogs een week voor. Dus jullie zien als jullie dit zien, dan is dit een week van tevoren opgenomen. Dus ja, ik zat zo van, ja, zal ik een live unboxing doen? Ik denk, ja, ik kan het doen. Maar aan de andere kant loopt dan de verhaallijn natuurlijk in de war. Omdat ik alles van tevoren al opgenomen heb. En ja, dan wordt het een zootje. En dan klopt het gewoon helemaal niet meer. Want dan denken jullie ook van, ja, hij gaat nu een unboxing doen. En 5 dagen later is ineens de camera kapot pas. Dus dat klopt helemaal niet. Dus ik heb ermee gewacht. En ja... Heb ik dus heb ik toch besloten om de unboxing op te nemen en in een vlog te verwerken. Dat wordt vlog 399, dat wordt de vlog morgen. Die kunnen jullie morgen zien op mijn kanaal. Ja, ik ga hem ophalen. Ik heb echt ontzettend veel zin om mijn camera op te halen. Ik kan bijna niet meer wachten. Dus schiet op met die vlog. Ik wil snel deze vlog nog even snel opnemen. En dan ga ik naar Rotterdam toe. Ja, dus ik heb er echt reuze veel zin in. Ik had al een heel stuk opgenomen net en ik was weer vergeten de knop in te drukken. Dus ik kon weer helemaal overnieuw beginnen. Maar in ieder geval, dat was de camera in ieder geval. De oude camera heb ik al in mijn vitrinekast gezet. Die wil ik bewaren. Vind ik gewoon een leuk aandenken. Ik heb toch met die camera een hoop leuke dingen vastgelegd. En ja, ik bewaar hem gewoon als aandenken van, joh, dit was een van de eerste camera's waar ik ooit mee gevlogd heb. Dus vandaar. Nou, ik wou het ook nog even hebben over van de week. Ik wou deze vlog nog steeds een keer opnemen. Heb ik niet gedaan, omdat elke keer weer wat tussen kwam. Toen kwam ineens de camera er weer tussen. Dus toen kon ik het ook weer niet opnemen. Dat vond ik eigenlijk de camera, het gedoe met de camera vond ik even belangrijker om in vlog te verwerken dan dit. Maar ik heb van de week nog een aantal dingen meegemaakt met YouTubers. Met bekenden op YouTube en met allemaal randzaken. Want het zijn eigenlijk randzaken, zijn het eigenlijk. Ja, heel vervelend. Ik heb ook uitgelegd van ik zit in geen enkele groep. Ik zit niet in een bepaalde groep. Jullie weten wel wat groep. Sommigen weten sowieso wel welke groep ik bedoel. Daar hoor ik niet bij. Ik word daar altijd verstoten. Schijnen ze mij niet te mogen. Nou ja, als ze mij niet mogen, waarom zoeken ze dan constant contact? Waarom zijn ze op al mijn livestreams? Als ik ze tegenkom, lopen ze direct naar mij toe. En ja, ik,
ik hoor gewoon helemaal niet bij die groep. Dus laat me met rust. Ik heb nooit ergens bij gehoord. Ik ben altijd het, een beetje het zwakke... het zwarte schaap. Ik val altijd tussen de wal en het schip. Ik hoor nergens bij. En ik wil ook nergens bij horen. Want met die groep wil ik niet geassocieerd worden. Ik praat er af en toe wel eens mee. Maar ik wil niet bij die groep horen. Dan was er eentje die volgt op Twitter. En die vond het leuk. Of die vond het niet leuk. Maar hij dacht dus dat ik fan was. Of ik voor wat. Omdat ik er contact mee zoek. Als ik contact heb met iemand, dan is dat mijn keuze. Daar heb jij niks over te vertellen. Ik bepaal wat ik doe. Ik bepaal wat ik film. Ik bepaal met wie ik omga. Ik heb met niemand een contract. Dus waar bemoei je je mee? Laat me met rust. Ik ga om met wie ik wil. En ik ga het niet om met degene waar ik niet om mee wil gaan. Dan heb je nog de meelopers. Daar heb ik ook een heleboel van. Er zijn een heleboel geblokkeerd. Die kunnen niet op mijn chat reageren. Of op mijn reacties onder mijn video's posten. Enkel en alleen om het feit. Omdat ze alleen maar erop uit zijn op sensatie. Doelbewust belachelijk maken. Doelbewust mensen kwetsen. En daarom zijn ze geblokkeerd. Ga niet vragen van, joh, waarom ben ik geblokkeerd? Dit is het antwoord. Ik blokkeer ook wie ik wil blokkeren. Als iemand zich misdraagt, blokkeer ik diegene. Heb je dat gedaan? Heb je een blokkage? Dan heb je gewoon pech. Er is altijd een reden waarom ik mensen blokkeer op YouTube. En ik hoef niet aan iedereen verantwoording af te leggen waarom ik iemand geblokkeerd heb of waarom het gegaan is zoals het gegaan is. Heb je een blokkade? Jammer, dan zou je het er zelf naar gemaakt hebben. Dat is een beetje hetgene wat ik eigenlijk van de week heb meegemaakt. Dan heb je ook nog mensen erbij, dus van die meelopers die denken... die een hele rare manier hebben van vriendschap. Daar wou ik het eigenlijk ook nog even mee over hebben. Sommigen hebben een hele rare manier van vriendschappen. Als jij aardig bent. En sommigen mogen alles doen. En een ander, zoals ik, kan één ding doen. En dan heb ik het gelijk gedaan. Ben ik de pineut, de pinas. Ben ik de schuldige van alles. En ik probeer gewoon aardig te zijn. Kan je niet tegen aardig zijn? Ga lekker ergens in een of ander bos in Amerika wonen waar nooit mensen komt. Ga daar lekker wonen. Heb je ook geen last van mensen. Je hebt er zelf om gevraagd om met je kop op YouTube te komen. Dus ga dan ook niet raar lopen doen van... ik wil eigenlijk helemaal geen contact met je. Je staat zelf op video's. In video's kom je voor. Dat is, bij mij is dat ook zo. Ik ga niet ontkennen dat dat niet zo is. Of dat het wel zo is. Als je op YouTube wil. Of als je met je kop op YouTube staat. Dan ben je ook wel iemand die graag aandacht wil. En als je aandacht wil. Moet je alle aandacht nemen die er is. Wil je geen aandacht. Dan moet je gewoon niet met je kop op YouTube gaan staan. Heel simpel, heel duidelijk. Ik heb natuurlijk van de zomer heb ik ook al het een en ander meegemaakt. Heb ik nog nooit in een vlog verteld. Maar toen heb ik ook het een en ander meegemaakt. Ik ga niet in de details treden daarover. Toen heb ik ook al een heleboel gezeik en gezeur over mee gehad. Ik schijn genegeerd te worden. Ik schijn niet gemogen te worden. Als je mij niet mag, laat me dan met rust en zoek geen contact met mij. Maar ga niet eerst contact met me opnemen. Hartstikke lief en aardig in mijn gezicht zijn en achter mijn rug omroddelen. Dat is eigenlijk hetgene wat ik een klein beetje wil vertellen met deze vlog.
Het gebeurt nog steeds. Ja. Het is eenmaal zo. Zulke mensen zijn ook niet te vertrouwen. Ik vertrouw die mensen ook niet. Ik heb geen 100% vertrouwen in zulke soort mensen. Ik heb al heel veel dingen meegemaakt. En ik heb zoiets. Een YouTube-avontuur moet je alleen doen met mensen die ik vertrouw. En er zijn er maar een paar die ik vertrouw. Dat is Ramon, Kevin, Kevin Post. En verder Vincent en Tessa, die komen wel eens voor. Rianne, die is 2 keer in mijn vlog geweest. Dat zijn mensen die ik wel vertrouw. En voor de rest, eigenlijk moet je voor de rest, moet je... YouTube moet je eigenlijk alleen doen. Want ik heb al nu al een stuk of 10 mensen leren kennen, waarvan er gewoon 9 niet te vertrouwen zijn. Dat is een hele jammere en zure. Hoe zeg je dat? Dat is een hele zure en jammere conclusie. Het is een hele trieste conclusie, is het. Maar het is gewoon de waarheid. Ik heb. Het afgelopen jaar ook heel veel gezeik en gezeur over mee gehad. En daar stop ik mee. Ik heb het in mijn vlogs gehad. Ik heb het in GTA heb ik het heel erg heb ik gehad. Ik vlog ook, of ik stream ook bijna geen GTA meer. Omdat het gewoon elke keer gezeik is. Voor degenen die het gezien hebben. Want ik heb de video heb ik weer verwijderd. Omdat ik het niet echt netjes vond om, om dit op mijn kanaal te hebben. De verwensingen en al het gedoe allemaal eromheen. Dus ik heb de video verwijderd. Maar degene die in mijn livestream zijn geweest. Die in mijn livestream is geweest van afgelopen week. Waar ik in GTA speelde. Het geeft alleen maar weer de conclusie. Of het geeft alleen maar weer de conclusie van joh. Ik kap gewoon lekker met GTA, want in GTA zitten gewoon geen juiste mensen. Dat is heel jammer is dat. Er zijn ook heel veel mensen waar ik contact mee gehad heb. En na die ruzie van een paar maanden geleden ineens die nooit meer wat van zich laten horen. Ja, heel jammer, heel pijnlijk. Maar als je geen contact meer met me wil. Dan heb je geen contact meer met me. Wil je toch weer contact zoeken met me? Ja. Dan heb je de kans dat ik zeg van joh. Je hebt me toen laten vallen. Nou hoef je ook niet meer terug te komen. Zo simpel is het eigenlijk allemaal. Maar goed. Het wordt een hele negatieve vlog allemaal. En dat is helemaal nergens voor nodig. Dit is het enige wat ik er even over wilde vertellen. Want ik wou er toch wat mee doen. En wou ik toch nog even kwijt. Nou, ik ga de spullen pakken en ik ga lekker... ik moet de katten nog even wat te drinken geven. Ga ik nog even een bak water even vullen. En lekker een bakje melk krijgen ze. En dan ga ik lekker naar Rotterdam toe. Want ik ben niet meer te houden. Ik wil mijn camera halen. Dus ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groeten van deze kant. En ik spreek jullie allemaal morgen weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Iedereen de groetjes en ik zou zeggen, bye bye.